Zoals je ziet zit hier inderdaad geen nummerbord op. Een hele goede dag dames en heren en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en ik ben heerlijk opgestaan deze ochtend en redelijk op tijd. Want ik zou eigenlijk om 11 uur een meeting hebben. Een Skype call. Zoals, ja, dat kent iedereen ondertussen denk ik wel. Als je het niet kent, Skype is een beetje zelfs FaceTime. Gewoon bellen met beeld. Maar die wordt toch verzet door iets later. Dat is alleen maar heel erg fijn, want dan kan ik gewoon nog iets meer werk verrichten voordat ik die meeting heb. Ik ga nu even ontbijten trouwens. En dit is mijn ontbijt. Honing, blauwbessen, kwark en walnoten. Hier word ik oprecht zo blij van, altijd. Oh, toch? Ja, precies. Oké. Okay. Mm-hmm. Ah, ja? Ja, precies. Vooral maandag is dus eigenlijk een dag. Want wat is zondag? Zondag is gewoon een dag dat ik bezig aan het acclimatiseren daar, als het ware. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Ja. Goeie. Zo, 52 minuten aan meeting verder. En er is heel veel meer duidelijk geworden. Dat is wel fijn. Ik krijg zo meteen een planning doorgestuurd van het moment dat ik in Brighton aankom. Wat er dan allemaal gaat gebeuren. Wat de stappen zijn die we gaan zetten. Ik heb de tickets ontvangen van 4 locaties al. Van Nice al. Van Brighton al. Van Malaga al. En van Malta hoort er ook nog bij. Naar Malta. Die is ook helemaal ingepakt en alles. Dus dat is super tof. Nu is het gewoon vandaag lekker beunen. Nee, ik heb een hele leuke dag op de planning staan. Maar nu moet ik eerst even door eventjes het andere werk afronden. Zo, wel leuk. Ik kan nu dus kijken welke stoel ik heb. En ik zit dus op 9A. En 9A is bij het raam. Dus ik vlieg zondag met het vliegtuig. En ik zit bij het raam. Prachtig dit. Ik kan voor alle kanten ook de terugweg al doen. Maar daar heb ik niet zoveel zin in. Want dat is nog veel te ver. Dat is nog langer dan een week. Ik ben niet altijd de persoon die hier in Vesten heel erg van houdt. Maar ik had zo ontzettend veel zin in dit. 4 eitjes, peper, kaas en afwachten tot het klaar is. Oh, jongens, ik zit hier op mijn plekje en ik wil het even snel afmaken. En ik wil ook nog naar de stad. En ik wil het snel afmaken en ik wil naar de stad. Bier online gooien. En het stinkt hier nu ook nog eens. Moment suprême. Ik heb keihard zitten werken. Het is afgekomen. Het is klaar. Morgen om... Nee. Nu is het tijd om te gaan douchen. Ik zet mijn camera hier neer. Ik ben even benieuwd of jullie mij nu nog zien. Ik ga het even testen. Als ik hem zo hoog hou... Ja, dan zien jullie zo. Het is heel raar. Dit is heel raar. Maar ik zet hem even hier neer. Ik ga douchen. Zo, en dat is wel echt helemaal fris. Ook mijn baardje weer helemaal bijgewerkt, weer getrimd. Mijn haren zitten nog niet goed. Maar ja, weet je wat ik dus de laatste tijd tegenkom? Bij mezelf, super dom. Dan doe ik eerst mijn haren, dan mijn shirt en weer mijn haren. Dus ik dacht, ik doe er wel alvast wat wax in. Maar ik doe het nog niet, want anders is het steeds helemaal kut. Dan ben ik weer mijn shirt aan het aandoen. Kijk, en als ik nu dus mijn shirt aandoe, dan zit mijn haar meteen weer helemaal anders. Dus nu kan ik het pas echt gaan doen. Even kijken of ik dat met één hand kan. Ja, op zich. Ik ben er wel content mee. Het enige jammer is, ik ga nu bij Marloes eten. En daarna gaan we speciaal bier drinken in de stad. Ik heb best wel veel zin in, want lang geleden dat ik speciaal bier op heb. Zondag. Maar, daar heb ik best wel zin in. Alleen, het regent dus nu. En het is echt triest weer. Kijk maar aan de andere kant. Het is gewoon grijs en grauw. Dit is mijn nummerbord nu. Ja, ik zal het even uitleggen. Het nummerbord heb ik nu gemaakt, want ik ben dus mijne kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe. Ik weet niet of hij gejat is, of hij er af is gevallen, of er iets mee is gebeurd, maar hij is in ieder geval weg. Dit is nu eventjes mijn tijdelijke nummerbord. Ja, ik weet niet eigenlijk of het mag. Ik denk het eigenlijk niet. Ik zie soms wel mensen rijden met een aanhanger met zo'n kartonnen nummerbord erop. Ik vind hem eigenlijk best wel prima gelukt, moet ik zeggen. Ik had niet verwacht dat ik hem zo goed zou maken. Ga ik zo meteen even monteren achter op mijn brommer. En kijken hoe die eruit ziet. Dan zal ik lekker met mijn telefoon filmen, dan kun je het ook mooi zien. Maar voor nu ga ik richting Malus om daar lekker te gaan eten. Oké, zoals je ziet zit hier inderdaad geen nummerbord op. Nou, heb ik dit nummerbord gemaakt. Nou, wat doen we dan? Die plakken we hierop. Ja, het ziet er misschien heel stom uit. Maar dit is wel de enige optie die ik nu in ieder geval zie. Dit is een Thaise curry. Of, is het Thaise curry trouwens? Nee hè? Nee, zoete aardappelcurry. Daar had ik het over. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Hij is dus ook vegetarisch, dus we zijn ook weer eens goed bezig vandaag. Niet normaal. Ja, ik was dus iets te laat met filmen, want het eten is nu al op. Maar het was lekker. We hebben lekker gegeten, ook heel gezond gegeten heb ik gekregen. Gezonder dan dat ik de laatste dagen, misschien wel een week heb gedaan. En ik weet ook dat ik morgen weer ongezond ga eten en zaterdag ongezond ga eten. En eigenlijk de komende week wordt het weer helemaal kut. Dus dit is misschien wel goed dat ik eventjes een soort van ongezond heb gedaan. We lopen nu naar beneden en we gaan even een speciaal biertje drinken. En ik zie iets. Ik denk dat iemand boos was op het brandalarm, want holy shit, dit ziet er niet goed uit. Wat de fuck zie ik dit? Ja, we gaan. Je hangt hier wel gewoon op een ding en een doopje, maar ja, nou, let's go. Ik dacht net bij mezelf, ik ben mijn sleutels kwijt en ik ben zo slim geweest. Ja, ik wist al waar ze lagen. Op mijn bommer. Super dom. Dus ik moet dat gewoon mijn bol mee kunnen nemen. Maar nou, nu is het tijd om bier te gaan drinken. Ik heb op Instagram gevraagd dit. Ik weet niet of je kunnen zien, anders staat hier een screenshot hier linksboven. Maar ik had gevraagd dus wat jullie zouden kiezen. En hier staat Keizer Karel Blond, dus die gaat worden. Oh, en hoi Tim. Wat jullie bedoelen? Oh, lekker. Ja, jongens. Oh, die is lekker. En het licht is helemaal kut hier. Maar laten we even proosten. Proost. Lekker hoor. Gaan we eens even kijken of die een beetje smaakt. Ja, 8,5%. Prima. Zo, dat was een leuke avond. Echt heel erg tof. Ik heb een hele mooie avond gehad. Het was echt super lekker ook trouwens. Speciaal biertjes. En nu loop ik lekker naar mijn brommer toe en ga ik lekker naar huis. Dus ik wil je alvast even bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet alweer mijn kanaal beneden. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video om 15:30. En morgen gaan we even voorbereiden op de reis naar Brighton. Want ik heb dus niet zo slim gepland. Want ik heb dus vrijdag niet zoveel tijd. Zaterdag niet zoveel tijd. En zondag moet ik al vliegen. Ja. Niet zo handig, maar we gaan weer strijden. Tot morgen. Later.